We hebben op bezoek de heer Anton Paal. We kennen hem als assembleelid, als lid van de PALU. Maar hij is vandaag in een andere hoedanigheid hier, namelijk beleidsadviseur van het Centraal Bureau van Burgerzaken. Er is de laatste tijd wel wat van doen geweest. We hebben verschillende berichten kunnen volgen, ook via social media, waarbij mensen aangeven dat bleek dat er meerdere mensen op hun adres zijn ingeschreven. We hebben de voorzitter van het OKB gehoord daaromtrent, waarbij ze eigenlijk heeft aangegeven dat het een rommeltje is bij het CBB. En meneer Paal, van harte welkom bij Mantentaki. Want u bent van het CBB. Wat is er nou precies gaande? Nou, wat er precies gaande is, is dat mensen zitten te gooien met vuil. Hè? Er wordt gezegd dat het een rommel op CBB, het is vervuild als bestand. Maar mijn komst hierheen is bedoeld om een beetje opheldering te brengen in dat geheel. Er is een analyse geweest van een bedrijf. En daarin heeft men een paar zaken aangehaald. Ja. En op basis daarvan hebben mensen gemeend uitlatingen te doen. Gelooft u mij, ik heb de indruk dat de mensen niet eens weten waarover ze praten. Hè? En, kijk, het CBB is bekend met het probleem. Dan was man ook een vertelling hoe tak bij jou een visie. Hoe zat tak bij jou een visie? Wij weten het, wij behandelen het ook als zodanig. Ja. Het verslag is aangegeven bijvoorbeeld, laat me chronologisch beginnen. Het verslag is bijvoorbeeld aangegeven dat er 12.189 mensen op de kiezerslijst voorkomen die in het buitenland geboren zijn en genaturaliseerd zijn. Het feit dat je in het buitenland bent geboren betekent nog niet dat je vreemdeling bent. En naturalisatie is een mogelijkheid om van nationaliteit te veranderen. Ik heb een onderzoek laten plegen, snel. Als dat waar is, wat er gezegd wordt. Er bleken inderdaad 12.000 mensen voor te komen in de kiezerslijst die in het buitenland zijn geboren. Maar ze zijn niet allemaal genaturaliseerd. Er bleken maar 5000 van ze genaturaliseerd te zijn. En verder is het zo dat die 5204 die genaturaliseerd zijn, zijn genaturaliseerd tot in de periode van 12 maart, jongsleden. Als we verder kijken, dan zien we dat in die periode, in de periode van 1975 tot en met heden, zijn er 5 Venezolanen genaturaliseerd, 5 Cubanen en 201 Haitianen die zijn genaturaliseerd. En die Haitianen die zijn genaturaliseerd in de periode van 1983 tot en met 2018. Dus ik vraag mezelf af wat voor kabaal er zo is rondom dat geheel. Dan merk je dat de mensen niet eens weten waarover ze praten wanneer men het heeft over naturalisatie. Een leuk ding is dat er gezegd wordt dat er meer dan 20 adressen, waar meer dan 25 mensen voorkomen. En ze geven als voorbeeld Lalaroekweg nummer 91, waar er 268 mensen behoren voorkomen. Ja, wat kan ik eraan doen? Het is Asiana. Huizen Asiana. Rode Kruislaan betreft het een oude bedrijfspand dat gekraakt is. Hofzeel de Krullaan, 100 personen. Het gaat om een tehuis. Goerenhaastraat gaat om verschillende huisjes. Lelyweg gaat om een tehuis, Henk Aronstraat gaat om een tehuis en Papegaaistraat dat men aangeeft en zo gaat ze voort, gaat om een appartementcomplex. Dus ik zeg, ik vraag mezelf af waarom. Waarom heeft men niet naar CBB gebeld? En dat wel. Er zijn officiële instanties die op reageren en de taxananga de mofo leki tai wismate. Precies zo komt het over. Ja. Dat men gewoon ingaat op dingen
Zonder dat te verifiëren. Ja? Kijkt u, het vorig jaar zijn we begonnen om dat probleem aan te kaarten. Dat probleem is niet een probleem dat door het bedrijf naar ons toe is gekomen. Wij hebben toen gezegd van, we gaan kijken hoeveel mensen, kiesgerechtigden, hoeveel adressen er voorkomen waarop meer dan 10 kiesgerechtigden er voorkomen. Want dan zou het een ding kunnen zijn wat je moet onderzoeken. Wij bleken 2998 gevallen te zijn. Waar er meer dan 10 kiesgerechtigden er voorkomen. Als je het zou vermenigvuldigen, dan zou je moeten komen op 29.000 mensen. Als je zou vermenigvuldigen met 10, ja, we gaan ervan uit dat het 10. En dat betekent dat er meer dan 35 mensen boven, dus als het gaat om kiesgerechtigden, dat er meer dan 35 mensen beneden de 18 jaar ervoor komen. Dus 65.000 inwoners hebben we aangetroffen op dat proces. We hebben het aangedaan. We hebben 1900 aangedaan, adressen aangedaan in Paramaribo. En van die 1900 adressen hebben wij 32.000 mensen aangetroffen. 32.000 mensen, 80. En als je dat aftrekt, dan zou je terug moeten komen op 10.000 mensen die wij ook niet hebben aangetroffen, maar wiens adressen wij ook hebben aangedaan. En men heeft ons daar aangegeven dat deze mensen daar niet wonen. Ja, je kan stoer gaan doen en die mensen afschrijven, maar dan doe je het op eigen gezag en voor eigen verantwoordelijkheid. Dat hebben we niet gedaan. We hebben in de afgelopen kort voor de til, hebben we deze mensen gemarkeerd. Al die 42.000 mensen die we hebben aangedaan, hebben we gemarkeerd met de mededeling dat deze mensen zijn aangedaan, deze adressen zijn aangedaan. 32.000 hebben we ontdekt, hebben we gezegd van deze 32.000 mensen zijn daar, ze wonen daar, van die 32, van die 65. En die 10.000, als je het aftrekt, 10.000 mensen kwamen eigenlijk in aanmerking om afgevoerd te worden. Want dan heb je een paar verblijven in het buitenland, een leeg perceel, onbekend op het adres, overleden, verhuisd, vermist enzovoorts. Ja? Deze personen hebben we niet afgevoerd. We hebben dat recht niet. Als we de mensen zouden afvoeren, dan zouden we ze hebben afgevoerd op basis van de mededeling van een huisgenoot. Gesteld dat ik daar aankom en een man en een vrouw woont op één adres en er is ruzie en die man zegt tegen mij van die mevrouw woont niet hier en ik voer hem af. Heb ik die vrouw niet ten onrechte afgevoerd? Eigenlijk, we hebben niet het recht om die mensen af te voeren. Wat we hebben gedaan, we hebben ze gemarkeerd in het systeem. We hebben die 42.000 gemarkeerd van deze mensen hebben wij onderzocht. Die 32.000 die we hebben gevonden, hebben we gemarkeerd en aantekening gemaakt van deze mensen. Zij hebben we onderzocht en ze wonen daar. Ja. Die 10.000 mensen die wij niet hebben gevonden, hebben we gezegd, ze zijn onderzocht en ze zijn niet aangetroffen op dat adres. Wat wij hebben gedaan, naast het markeren, hebben we ze geblokkeerd. Zodanig dat zij geen zaken meer kunnen doen met CBB. We schrijven ze niet af. We blokkeren ze totdat zij komen met een oplossing om hun adres. Dat is het probleem wat wij nu hebben, wat CBB in het kort gezegd. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest en dat mensen kunnen begrijpen dat de soep wordt niet zo heet gegeten als het wordt opgediend. Ja. Maar u heeft het gehad over mensen dus, die jullie niet hebben aangetroffen en dan wordt er aangegeven verblijf in het buitenland, leeg perceel, pan, dus ja. Zaken. Maar je hebt ook gevallen, dus dat is me even niet duidelijk, die bekend zijn waar ik de eerste bewoner ben van het adres, ja. Gebouwd. Ja. En bleek dat er vreemden bij me zijn ingeschreven. Hoe daar kunnen dat? We er niets aan doen. Als je kan aantonen, wij hebben de laatste tijd mensen gehad op CBB, die zijn komen klagen van, ik heb een meneer op mijn adres. En ik ga een voorbeeld geven en ik zeg van, ik werd gebeld door Doe. Ik,
En omdat hij een goede relatie had. Ik bel en ik zeg van oké, okay, daar is geen probleem, we gaan onderzoeken. En dan zeg ik, hoop niet dat degene die beweert dat iemand op zijn adres is, bleek op het adres van iemand anders te wonen. Ik zeg, ik onderzoek dat en blijkt dat de persoon is ingeschreven in 2014. De persoon die, waarvan er beweerd wordt, ze woont op mijn adres, was in 2014 ingeschreven, heeft daar een kind gehad in 2017. Maar de persoon, de rechtmatige eigenaar, is eigenaar geworden in 2016. Dat is een man, als een asma ook toe. Wat kan ik eraan doen? Wat ik kan doen, is een aantekening in het systeem plaatsen dat de persoon daar niet woont. De aantekening van de rechtmatige eigenaar dat de persoon daar niet woont. Dan begint de termijn te lopen van een jaar. Want ik kan de persoon niet vinden. Als ik na een jaar ontdek dat de persoon zich niet heeft aangemeld, dan hebben wij het recht om de persoon in gevolg van de wet ambtshalve af te voeren. Okay. Dus de mensen die beweren dat mensen op hun adres wonen, moeten met een bewijs komen dat zij de rechtmatige huurder of eigenaar zijn, dan gaan wij de aantekening plaatsen in het systeem zodanig dat wij gewoon een tijd afwachten totdat de persoon zich aanmeldt. Als de persoon zich niet aanmeldt, wordt hij na een jaar in gevolg van de wet onherroepelijk afgevoerd. Ja, hoe gaat het CBB om met dit alles eromheen? Want je hoort natuurlijk ook vooral de verkiezingen naderen, dus mij verreft dat frauduleuze handelingen op ze. Nee. Wat wij hebben gedaan, we hebben bewust geen... Want als wij hadden ingegrepen, dan zou je de poppen aan het dansen hebben, toch? Omdat ik zou mensen hebben afgevoerd die zou beweren dat ik ze ten onrechte heb afgevoerd. Nu heb ik ze geblokkeerd en gemarkeerd. Dan is de bal niet langer in mijn tuin, dan moeten ze komen. Maar wat er gaat gebeuren, de bestellers gaan wel op het adres gaan. En dan gaan ze waarschijnlijk met een mededeling komen dat de persoon daar niet woont. Dan hebben we ten overvloede nog weer een mededeling om vast te leggen. Want na de verkiezing leggen we alle de onbestelde kaarten leggen we ook vast. Dus wij hebben gezegd van, we hebben aanwijzingen dat deze mensen daar niet wonen. Ik heb geen bewijs. Het is het woord van de eigenaar. Ja, tegenover niemand. Zeg van, de mensen wonen niet daar. Ik zeg, oké, geen probleem. Wij gaan die aantekening plaatsen. En dan gaan wij, het enige wat we moeten doen is wachten totdat de persoon verschijnt. En in tussentijd gaan wij de persoon geen diensten geven. Hoort dat dan in dat die persoon niet kan stemmen? Nee, de persoon kan wel stemmen. Je kan niet aan het stemrecht van de persoon komen. Ik kan niet op basis van het feit deze 10.000 mensen. Mm-hmm. Ik kan niet op basis van de handeling van een mededeling van een eigenaar deze persoon afschrijven. Niemand kan mij dwingen om deze man. Integendeel, we houden ze vast, we blokkeren ze. En dan is de bal nu in hun tuin. Maar dan moeten ze zich aanmelden bij het CBB. Anders krijgen ze geen kaart. Een keertje zullen ze zich moeten aanmelden. Ja. Dus wat zij nu gaan doen, ze gaan hun kaart halen bij de commissaris. Daar heb ik geen invloed op. Ze gaan hun kaart halen bij de commissaris. Maar na de verkiezingen zullen ze een dag CBB moeten nodig moeten hebben. Dus ik wacht wel rustig af. Want ik kan niet weten waar de persoon woont. Anders moet je land en stad aflopen om ze te onderzoeken. En die middelen hebben we niet. Ja, goed. Is met dit onderzoek de zaak nu gekleerd, zeg maar? Nee, het is niet gekleerd. De zaak is nu pas aan het rollen. Wij hebben deze 10.000 mensen geblokkeerd. Mm-hmm. En na de verkiezingen zullen ze moeten komen verklaren waar ze waren. Dus wij kunnen niets anders doen dan wachten. En CBB, het is niet een bedrijf die ons heeft gezegd dat er meerdere mensen op het adres wonen. Wij hebben zelf
maandenlang het onderzoek gedaan. En wij hebben van die 65.000 mensen die wij hebben onderzocht, hebben wij 42.000 kunnen vinden. Mm-hmm. Jammer genoeg hadden we niet zoveel tijd. En de resterende 22.000 is in gebieden waar je geen echte oplossing voor hebt. In die Keri bijvoorbeeld zijn we geweest. We zijn 2 dagen in Nigeria gebleven, maar we hebben geen resultaten kunnen boeken met Nigeria. Omdat Nigeria heeft een zodanige structuur dat er tientallen woningen zijn op een erf en ze worden allemaal met hetzelfde nummer aangegeven. En ja, dat probleem hebben we ook. Ja. Maar stel je nou eens voor dat ik nu ga en ik schrijf me op uw adres in zonder dat u het weet. Dan heeft u het recht om te protesteren. U gaat een protest indienen bij de directeur van CBB met overlegging van stukken. Dan wordt de persoon gemarkeerd in het systeem. Dus wat jullie met die 10.000 mensen hebben gedaan nu? Met de documenten in hand gaan wij aangeven dat de rechtmatige huurder of de rechtmatige eigenaar deze verklaring heeft afgelegd. En die verklaring gaan wij tegen de persoon moeten gebruiken wanneer de persoon zich aanmeldt. Omdat als iemand zich op uw adres had ingeschreven, dan weten wij dat iemand zich op het adres had ingeschreven. Maar waar we de persoon in werkelijkheid moeten vinden, weten we niet. Ja, er wordt ook veel gesproken over de grote stroom van Kubanen. Misschien kunt u daar ook even op ingaan. Nee, maar ik heb u net aangegeven dat er 5 Kubanen... Vanaf 75 tot en met 12 maart zijn er 5 Kubanen genaturaliseerd. De rest niet. En 201 Haitianen en 5 Venezolanen. Ik weet niet waarover men praat. Kijkt u. Mensen moeten geen dingen zomaar met hun mond zeggen. Omdat je moet nooit een verifieerbare leugen vertellen. Want als ik u nu zou vertellen, zou zeggen dat ik van u houd, dan kunt u mij geloven of niet, maar u kunt dat niet verifiëren. Klopt. Ja? Waar het op neerkomt is dat, wat wel verifieerbaar is, is het aantal kiezers dat in 2015 was. Wat wel verifieerbaar is, is de groei. Wat wel verifieerbaar is, is uiteindelijke kiezer nu. Als je het aantal kiezers zet, 2015 zet, je neemt de groei en je komt op een bepaald aantal waarbij jij kan leven, dan wat voor geknoeid is er daar? Hoe kan je knoeien? Waar hebben wij die mensen, als we een groei hebben per jaar van 1,5%, in 5 jaren gecumuleerd, 5 maal, 1,5% gecumuleerd is het, laat maar zeggen, 30.000. En we hadden een aantal kiezers van zoveel duizend. En als we die 30.000 erop zetten, is het nu totaal 383.000. Waar hebben we al die mensen vandaan gehaald? Waar hebben we de Venezolanen gezet? Waar hebben we de Haitianen gezet? Wat is het? Mensen zeggen het zomaar met hun mond. Ja. Ik hoop dat mensen... Kijk, het is gemakkelijk dingen te schreeuwen, omdat je hoeft je niet te verdedigen. Je hoeft je niet te verantwoorden. Maar ik vind het wel jammer dat bepaalde mensen die zich moeten verantwoorden, menen toch wel dingen met hun mond zomaar te zeggen. Maar ja, ik ben niet verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Wat zij zeggen, zeggen ze op eigen gezag. En voor eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ik met dit verhaal toch nog een beetje gecleared heb. Het probleem van... Het probleem is niet opgelost. Het probleem is zichtbaar nu. We weten dat het probleem is. We hebben van die 65.000 mensen die wij hebben onderzocht, hebben we 42.000 gemarkeerd. En na de verkiezingen gaan we door. Als wij de middelen daartoe krijgen. Oké, goed. Ik ga u bedanken voor de toelichting die u heeft gegeven. Tenzij er nog
iets is dat u eraan wilt toevoegen. Dus u zegt in feite dat het CBB, dit ligt niet aan het CBB, wat er allemaal gebeurt. Lama, als u zegt dat het aan CBB ligt, dan hadden wij jaren geleden moeten ingrijpen. Wij hadden het onderzoek dat wij 3 maanden geleden hebben gedaan, hadden we 3 jaren geleden moeten doen. Dat geef ik dan toe, dat, en dan zeg ik, mea culpa, mea maxima culpa. Maar dat wij bezig zijn te knoeien, zoals daar gezegd wordt, dat er gerotsgooid wordt, de mensen die dat zeggen, weten niet waarover ze praten. Ja? Dat er gerotsgooid wordt, dat is rommel en zo. Mensen moeten leren hun grote mond nu wel dicht te houden. Omdat er geen mensen zijn die daartegen ageren, wordt er maar gegooid met vuil. Die arme CBB'ers, er wordt zo vaak tegen ze aangeschopt. Zo vaak. Weet je waarom? Omdat zij aan de weg timmeren. Bedrijven, laten we zeggen, instellingen die niet aan de weg timmeren, die krijgen geen probleem. Omdat er zoveel. Ga u nu naar CBB, dan gaat u zien de honderden mensen die daar in de rij staan. Ja. Waar er gewerkt wordt, worden de fouten gemaakt. En dan zeg ik tegen, ik ben niet hier om de CBB'ers te verdedigen, maar ik ben ook niet hier om ze te veroordelen. Want als ik ze zou veroordelen, wie zou ze kunnen verdedigen? Het probleem wat ik zeg is van, de mensen doen hard hun best. Zit niet tegen ze te schoppen, omdat jij geen resultaten hoeft te leveren. Dat is het. Maar anyway, goed. Bedankt u voor de gelegenheid gegeven, dit uitleg te geven. Ik hoop dat de mensen hebben geluisterd en dat zij iets van hebben kunnen opsteken. Als er problemen zijn, als er vragen zijn, zijn we gaan bereid om daarop in te gaan. Goed. Ja. Mag ik u heel hartelijk danken, meneer Paal. Ja. We hebben dat zo gehoord, Anton Paal. Hij is beleidsadviseur van het Centraal Bureau Burgerzaken. En we hebben met hem gesproken over eigenlijk die ruis, zeg maar, die er is ontstaan rondom CBB, omdat mensen hebben aangegeven dat er meerdere mensen op hun adres waren ingeschreven. Al die zaken, ook vanuit het OKB is daarop gereageerd. En de heer Anton Paal heeft daarop dus vandaag gereageerd tijdens Moment in Takkie.